Wij hebben dus zeg maar de skyline van Stuttgart. Ja. En zij hebben dus de cactus. Maar het is allemaal, het is het terugbrengen van, van wat je dus niet ziet. Wat je anders niet ziet. Wat ben je nou voorbij? Ik bedoel, dit is pas een cactus en deze cactus die is hartstikke mooi, zo'n cactus. The setting sun silhouettes a sentinel like saguaro cactus against the western sky. Typisch ook dat we nu ontdekken dat alle Amerikaanse ansichtkaart hebben een uitleg achterop. Hè? Dat is helemaal niks. Hè? Stuttgart Abendstimmung heet dit. Abendstimmung. Er staat de sheer walls of Sant Helena Canyon rise 1500 feet above the Rio Grande in Big Bend National Park. The canyon separates Sierra Ponce in Mexico and the Mesa de Aguila in the United States. Dus de Rio del Camino, dat is een zijrivier van de Rio Grande. Dat heeft wel iets, hè? Maar het is niet de Rijn. Windmill pumping water for thirsty cattle on a Texas ranch. En dan lach je dus, maar dat is dus, dat is toch ontroerend? Overal. Dus zo luisteren. En in Amerika is het landschap. De wind. Misschien is die ansichtkaart een soort reisgids. Maar het maakt niet uit. In Florence, met een kopie van de David van Michelangelo op een sokkel, hè, mooi in het midden. Dit kun je overal kopen. Die hebben ze, weet je, dit is volgens mij uit Finland gefotografeerd. Dit komt dus uit. Dan is Italië gemaakt. Uit Milaan. Dus dat, nou, dan heb je, dit is de mooiste, hè? Waarom is dat de mooiste? Nou, die is allemaal alsof die vrouwen helemaal niet echt zijn, van plastic zijn. Die olie. Curieus. Deze is wat geheimzinniger, wat daar allemaal gaande is. Huh? Dus ook dat heeft iets heel vreemds, hè? Dat, dus, dat de fotografie en de ansichtkaart en de kunst dus ook de mogelijkheid heeft om alles acceptabel te maken. En zelfs mooi. En zelfs mooi. 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 En dan komen ze thuis. En dan zeggen ze, nou, we hadden wel arm die mensen. Daar. Wat is er mis mee? Er is niks mis mee. Ik probeer alleen nu achter te komen waarom ik die dingen dan godsnaam ooit gekocht heb. Dat probeer ik achter te komen. Een overzicht van Napels, hè? Het panorama van, gezien vanaf San Martino, in 1933 gemaakt, zat hierbij. Dit is dus de Ramblas in Barcelona. En er staat vervolgens achterop, even kijken hoeveel talen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 talen staat er achterop geschreven met hartelijke groeten. The dome is kept by a life-size figure of justice. Je ziet pas iets als iemand anders het voor je heeft gevormd. En dat is misschien ook de belangrijke rol van ansichtkaarten. Dat ze de mensen helpen te zien wat ze gezien hebben. De grootsheid van het berglandschap. De idylle van de avond. Mm-hmm. Ik noem maar wat, hè. Dit is de haven weer. De idylle van de avond. De geheimen van de wereldstad. Het ongerepte. Het nog niet door mensen kapot gemaakt. Dit is het, ook weer de geruststelling van de dag, de avond na gedane arbeid. Al dat soort dingen zit erin. Dit is onze wereld. Waar niets is van die romantiek van ons. Maar de vorm is hetzelfde. De vorm gaat over alleen wat hier water is, is hier de snelweg. Nou, ik vind het ook geruststellend. Het geeft een soort orde aan de wereld, laat ik het zo zeggen. Uit de serie Holy Views. Zat achterop Holy Views. Regensburg, de 2000-jarige stad aan de Donau, is een van de meest bezienswaardige steden van Duitsland. Zat er achterop. Parijs.
Parijs. Nog een keer, maar een ander beeld van Parijs. Dan hebben we hier Kopenhagen. Palma de Mallorca. Je wilt toch dat de wereld om je heen, dichtbij, ver af, dat begint in je kamer, dat begint in het huis, dat het tot rust is, dat het rustig is, dat het overzichtelijk is, dat het geen gevaren, geen onregelmatigheden bevat. Dat is wat mensen denk ik over het algemeen willen. Dat is ook waarom kunstwerken en mooie foto's, maar zelfs ansichtkaarten, ja, om dan toch te dat is een soort van een soort van troost bieden. En als je zegt van nou, het is nog steeds zoals het was. Turijn. Sneeuw. Sneeuw, wat heel bijzonder is in Turijn natuurlijk. Misschien. Heet ook Torino sotto la neve. En dan Piazza Statuto e Monumento ai caduti di Fréjus. Dus dat is voor de doden van Fréjus. En dan La Nuit. Als je ergens komt waar je totaal geen weg weet. Hè? Waar nog nooit een ansichtkaart gemaakt is, bij wijze van spreken. Dan word je helemaal totaal aan de hand volgens mij. Hè? Een stad zonder ansichtkaart, dat is verschrikkelijk. Dat is een restaurant zonder menu. Waar moet je in godsnaam beginnen? Hè? Dan heb je hier, is gewoon Portugal. Portugal. Noord-Portugal. Dan hebben we Boerenland. In Oostenrijk, hè? Het voormalige West-Ungarn. En hier hebben we de meest treurige die je kunt voorstellen. Marken. In Engeland, in Nederland of in Europa, zeker in West-Europa, heb je elke 5 kilometer is een ander dorpje. Met een kerkje, met een café, met een winkeltje. Dezelfde aanzichten. Dezelfde aanzichten. En in Amerika is het. En dat vind jij prettig? Dat vind ik prettig, ja. Dat vind jij aangenaam? Dat vind ik heel prettig. Vind ik heel. En dan kom je tot een. Daar kun je dus ook. Daar vind je ook de omgeving is als het ware op orde. En dat betekent dus voor mij als persoon dat ik dus dan de rust heb om iets te schrijven als ik dat zou willen. Ons dorp. Dit is Agon-Coutainville in Normandië, de rue Amiral Tourville. Een Engels dorpje. Hier is een kade, een watertje met. En dit vind ik dan weer mooi, zo'n schip, zo'n prachtig silhouet. Ik weet niet wat ik dan. Dit vind ik wel een mooi antwoord. Het schip. Ja, een mooi silhouet. Prachtig die zeilen. Dit is de categorische zonsondergang. En die kun je dus, die is zowel te krijgen horizontaal als verticaal. Flaming sunset. In the land of enchantment. Dat is in dit geval New Mexico. The daily disappearance of the sun below the western horizon gives the color to the sky on the reflection of the sun rays on cloud formations and dust in the air. Dat is het zoeken naar het karakteristieke, zodat je dus weet waar je bent. Hetzelfde is als je in een kamer komt waar iedereen kent, is dat veel geruststellender als wanneer je in een kamer komt waar elk gezicht vreemd is. En het mooie van kunstgeschiedenis is dus eigenlijk dat je dus vanuit deze hele ansichtkaart kun je de hele wereld verklaren. Bij wijze van spreken.
Hij is er ooit schuchter over begonnen. Ik begon over schoonheid en troost, hij over kunst. Maar midden in het gesprek kwam hij met een schoenendoos aanzetten. Bijna jongensachtig verlegen. Aanzichtkaarten. Hij verzamelt ze al jaren. Hij heeft ze zelfs een keer geordend, op categorie. Zonder veel succes overigens. Dit is volstrekt, volstrekte kiets. Maar het heeft iets heel moois, aan de andere kant. Want je kunt ook weer denken, er zijn ook weer schilders vandaag de dag die dan zulke schilderijen maken. Hè? Als je denkt aan Andy Warhol of... Achteraf zou hij schrijven, aanzichtkaarten zijn een standaardisering van wat veel mensen mooi vinden. Het zijn schema's. We begonnen tijdens het gesprek over zulke aanzichtkaarten van landschappen en zonsondergangen. En vandaar kwamen we op kunstenaars als Rembrandt en Alfred Dürer. Toen Dürer deze aquarel maakte, hè, van een woudvijver, heet dat dan, heeft hij niet eens afgemaakt. Want hij wist niet wat hij hiermee moest doen, hij is niet afgemaakt. Maar dan, die zag dan wat. Die had dus een merkwaardig soort visioen, denk ik. Hè. Vreemd. Die bomen, het water en die lucht en dat merkwaardige licht. En dat kom je dus overal tegen. Daarna ook nogmaals in Anzichtkaarten. Hier is een Anzichtkaart van An der Havel. Pak je nu toevallig gewoon of heb je hem erbij gezocht? Je pakt nee, toevallig ik pak uit hem toevallig nu. Nee, het ligt nu, ik zeg maar, dat is het ongeveer. Maar zo zijn er nog, je kunt er duizenden zo vinden. Dit is toch vreemd? Dus er is. De macht van de kunst is dat ze dus inderdaad in staat is. Onvergankelijke beelden te creëren. En dat is precies wat de kunstenaar is. Hè? Iemand die iets voor het eerst ziet, samenvat, vormt, weglaat wat er. Wat misschien stond hier wel een huisje of een. Dat heeft hij weggelaten. Hè? Want dat past niet in het beeld. Dus iemand ziet iets voor het eerst en datgene wat hij ziet, wordt onmiddellijk. Gemeengoed, letterlijk gemeengoed, vrij snel. Rembrandt en Dürer hebben, zo schreef hij, in tekeningen en aquarellen, in de Alpen en in de Hollandse polder, anseneringen van schoonheid uitgevonden. Rembrandt tekende niet het typische Hollandse landschap, bomen, kerktoren, water, horizon. Nee, door hem werd het pas typisch. Hetzelfde geldt voor Dürer. Een kunstenaar die kijkt en die vormt iets. En dat vormen is het veranderen van wat hij ziet. Dat is eigenlijk letterlijk wat er gebeurt. Dus hij ziet een Alpenlandschap. En het Alpenlandschap heeft een aantal aspecten. Dat is kleur, dat weet iedereen hoe je, als je kijkt. Je kijkt naar een vallei in de Alpen en eigenlijk zie je niks. Je ziet niks. Je ziet details. Je ziet een huis, je ziet een beetje sneeuw, een koe. Gaat een weg doorheen. Verderop staat nog een kerkje. Maar verder zie je niks. Je ziet niet iets. Je ziet pas iets als iemand anders het voor je heeft gevormd. En dat is misschien ook de belangrijke rol van aanzichtkaarten. Hè? Dat ze de mensen helpen te zien wat ze gezien hebben. En Dürer is iemand, een van de eerste geweest. En ik had vroeger niks met Dürer, hè, maar dat is een detail persoon. Maar ik vind het steeds fascinerender wat iemand. Die heeft dus wel dat gezien. Die heeft gezien dat het Alpenlandschap bestaat uit die merkwaardige schaduwen. Hè? Die als daar dit relief geven aan die. En dat is ook letterlijk wat je in die foto's natuurlijk ziet. En die foto's zijn natuurlijk wat simpeler. Die kunnen dat. De fotograaf die kijkt door die kijker, hè, zoals onze vriend hier, de cameraman. En je kijkt en je belicht net zolang tot er een bepaald soort coherent relief of coherent soort van beeld zichtbaar wordt. En dat gaat met schuiven, met zoeken, met dichterbij, verderaf, het licht verschuiven. Dat is zelfs wat in elk theater gebeurt, elke avond opnieuw. Elke televisieset, elke film wordt dat elke dag opnieuw. Wordt die verschillende elementen van licht, afstand, encadrering, kleur worden in elkaar geschoven tot er dat is wat
een beeld is en iedereen die fotografeert, die films, maar dat is bijna iedereen, want de fotografie is natuurlijk de volkskunst van onze eeuw geworden, hè? Die weet dat. En als je kijkt zomaar, dan zie je niks, dan zie je alleen maar opeenvolging van dingen. Dan zie je dus niks, dan kijk je van de boom, naar de kerktoren, naar het water, naar de stuwdam, naar de bergtop, naar het vliegtuigje wat overkomt. En schilderijen en antwoordigheid, en daar misschien antwoordigheid, misschien dat ze, als je nou in waarom zit, antwoordigheid zijn het meest primitieve, want ze zijn het meest, de grootst mogelijke gemeenplaats geworden van een lange traditie van beeldende kunst. De troost is pas echt, schreef hij later, dat kunstenaars uit niets iets kunnen maken. Een beeld dat vervolgens iedereen als vanzelfsprekend ervaart. Delft ziet er dus zo uit. Als Vermeer heeft geschilderd, het zag er daarvoor helemaal niet uit, want dat wist niemand. En daarna ziet het er altijd zo uit. Kunstenaars, schreef hij, hebben ons leren kijken naar wat we zelf nooit zouden hebben gezien. De ansichtkaart is daarvan de primitieve, maar soms prachtige en niet zelden ontroerende echo. Je kunt je, laten we zeggen, molens voorstellen in Nederland. Op alle mogelijke manieren kun je ze fotograferen. Je kunt ze volgens als Mondriaan, weet je. Mondriaan heeft ze dus getekend. Hè? De beroemde molen van Mondriaan bij maanlicht. Dus dat is een zwaar silhouet. Heel hoog. Daar is eigenlijk niets. Hier is niets pittoresk aan, merkwaardigerwijs. Het enige pittoresk is een beetje. Is die maanverlichte lucht. Maar de ansichtkaart is dus een. Is dus plotseling. Ik heb geen kaarten van enkele motie zijn ook, maar de ansichtkaart is eerder. Dan wordt. Ja, dan heb je ze hier. Dan worden ze dus of ze worden gecombineerd met tulpenvelden. En dit is dus absoluut ook een montage. Tulpenvelden is een mooi. En een roze lucht. Waarom een roze lucht? De roze lucht is zoiets van zonsopgang en zonsondergang samen. Ja, maar waarom niet blauw? Ja, waarom niet blauw? Ik heb geen idee. Ik zou het niet weten. Het is mooi. Nee, dit vind ik een ontzettend lelijke kaart, maar het was wel een ontzettend kaart om een hele mooie kaart om te versturen aan mensen. Waarom? Zo'n lelijke kaart. Waarom is hij lelijk? Nou, nee, hij is zo grof. Ja? En ik kan me voorstellen dat sommige kunstenaars die je exposeert hetzelfde grove hebben. Precies. Andy Warhol of John Baldessari, die hebben ook dat. Maar interessant is natuurlijk wel, is natuurlijk toch, en dan praat je echt weer over, is dus natuurlijk dat het in het midden gedeeld is. Dat is in het midden, even kijken. Ja, verdomd. Ja. Dus er zit ook weer een raffinement in van de abstracte kunst, van Mondriaan, van, dat zit allemaal in. Het wordt voortdurend geabsorbeerd. Dus er ontstaat een geweldige codificering van de wereld. En antwoordigheid is daar een onderdeel van. Ja, laat me zijn, even zien. Ja. Ik vraag je nogmaals, als er een kunstenaar is die dit bij jou inlevert. Ja? Ja. Je ziet het niet als een ansichtkaart, maar je ziet het als iemand heeft dit bedacht, roze lucht, beetje Jan Kramer-achtige tulpenverleider onder, de molen niet zoals Mondriaan, maar gewoon de molen zoals hij is. En de kunstenaar zegt, ik ben kunstenaar, Fuchs, en zou je het dan herkennen als een aanzicht, of zou je zeggen, misschien is dit wel, ja, oh god, het zal, misschien is het wel mooi als ik er op een andere manier kijk. Nou ja, de elementen die hierin zitten, molen, tulpen, roze of paarse lucht, dat zijn allemaal elementen die in de beeldende kunst kunnen voorkomen. Maar of ze nou als je ze in deze vorm, daar is het toch iets te plat voor, denk ik. Maar zelfs dat weet ik niet helemaal zeker. Ja, wat doe je met plat?
Ja. En het intrigeert me, weet je waarom? Ja, ik vind het een mooie kaart. Jij vindt een mooie kaart. Ja, je kunt zeggen het is kitsch, het is weer zijn weg qua kleurcompositie. En... Ja, het is een kaart. Maar ik zie hem ook in jouw museum hangen met de naam van een kunstenaar eronder, waardoor het plots een andere betekenis krijgt. Ja, het zou de kaart. Er zijn ook wel, stuk soort dingen zijn er ook al gemaakt. Ik bedoel, niet precies zo, maar er zijn, met name natuurlijk in de tijd van, toen kunstenaars fotografieën, er zijn dingen van Ger van Elk, die daar een beetje niet, maar die heeft dus weer, die heeft dan vervolgens andere kaarten gebruikt, of vervolgens een soort plaatjes gebruikt, of hoe heet die, Rob Scholte, die gebruikt dit soort plaatjes als een, om er de spot mee te drijven, althans dat, denk je dan? Dat weet je ook nooit helemaal precies zeker. Thank you.
De schilderijen van Mondriaan, vooral de abstracte schilderijen, zijn het mooiste wat er op de wereld bestaat. Ze hebben een staat van helderheid die mij op een vreemde manier hebzuchtig en jaloers maakt. Zo helder zou ik ook willen zijn. Maar dan zou ik met minstens dezelfde fanatieke devotie en ideaal moeten najagen als Mondriaan. Het onophoudelijk op de hielen blijven zitten, maar ik ben bang dat ik dat niet kan opbrengen. Ja, moet ik... Ja, voeg er eens iets. Je kunt dat niet opbrengen. Nee, ik word voortdurend afgeleid. Mondriaan, er gaat een verhaal van Mondriaan die dat hij op een tochtje had gemaakt, geloof ik met een of andere architect, Zwitser. Hadden ze hadden meegenomen een tochtje naar op de Seine ergens eindje verderop te gaan eten. En Mondriaan die op dat bootje naar een prachtig landschap, mooie bomen, zo heuvels in de verte. En die architect die vroeg zich Mondriaan van. Dat ze een beetje te kijken, dan zit ze zelfs een beetje te soezen. Moet u dat nou niet, vind je dat nou niet mooi? Toen zei man, dat interesseert me niet. Dus die keek niet eens meer. Die had een soort, ik weet niet of het waar is, of het maar, het is in ieder geval wel, dat is wel gebleken aan die kaart. Ik wil alles, ik wil overal kijken. Dus ik kan dat soort concentraties opbrengen, maar tegelijkertijd is het dus wel een soort symbool van een, het extreme, wat ik heb gezegd. Een afbeelding maken die beklijft, is dus precies dat vinden wat erop moet en dat vinden wat eruit moet. Huh? En dat is natuurlijk met abstracte kunst is dat beter, maar die te vinden. Dat abstract te maken, om zo te zeggen, is natuurlijk een enorme vinding. Mondriaan, wat hij deed was dus, ik zei het, Victor Boekhuis is het allermooiste, dat is dus dit schilderij. Dat kennen we nu allemaal wel. Ja, maar zeg even wat je daar ziet. Volgens mij zie jij daar wat jij het mooiste vindt wat er eigenlijk. Nou, ja, dat is misschien niet het juiste woord. Wat ik hier zie is. Het meest ontroerend. Ik zie hier iemand die na 400 jaar renaissance schilderkunst begint bij Dürer en de zijnen, die dus gaat kijken hoe moet ik die boom maken, die berg, die dus daar plotseling uit ontsnapt. Plotseling in een andere wereld terechtkomt. En zelfs de vroegere schilderij van Mondriaan, die hebben nog steeds iets van dat, van die beslotenheid van het klassieke schilderij. Hè? En de beslotenheid van de ansichtkaart. Dit soort schilderij, dat heeft dus hier, dat heeft een soort ritme van, heeft een, bijna een horizon. Hè? Hier en dat kun je zo vergelijken in wezen met zo'n schilderijtje van Jan van Gooien. Hè? In zijn ritme, in zijn beslotenheid. Het is concaaf, heb je wat gezegd. Hè? En hier is ook, dit is ook weer zo'n typisch landschap. We hebben heel veel weggelaten. Het is zo geschilderd. Dat is in één kleur, weet je. Het is een soort grisaille-achtig, bijna monochroom. Een beetje duinen, een molen. Een watertje hier. De verte hier nog vaag wat. Een kerktorentje. En verder niks. Dus misschien staat alles wat er was. Wat hij zag staat, maar het is zo dagelijks dat je het bijna niet ziet. Dus het is heel geraffineerd. Net als sommige foto's is het dus gedistilleerd tot dat beeld waarvan iedereen zegt dit is Nederland. Huh? Dit bij Mondriaan is het ook het geval. Nog in het begin. En dan komt dit schilderij, langs, dan komen dus die latere schilderij, dan komt dit. En dan zie je dat die beslotenheid volstrekt weg is. Dat het dus het schilderij is ook groter ineens dan andere. Huh? Dus dit is 1,40 meter geloof ik. Bij 1,40 meter. Terwijl die andere ruiten van onder zijn 90, 95, zijn dus aanzienlijk kleiner. Ineens wordt het groter en ineens ontsnapt het schilderij aan die beslotenheid die nodig is in het renaissance schilderij en in alles wat erop gevolgd is van de overzichtelijkheid, van het ordenen binnen een overzicht. Dus hier is dus
een schilderij wat geen diepte meer heeft, wat niet meer concaaf is, niet meer besloten, maar het is een vlak. En aan dat vlak komen dingen, gaan er voorbij, die schuiven eroverheen, die verschijnen en die verdwijnen weer. En er is ook geen verhouding van licht en donker, hè, wat in alle schilderijen van de Renaissance en daarna is er altijd licht en donker. Hè, zo wat plastischer wordt gedefinieerd. Hè. Dus iemand heeft gezegd, dat was Cornelis, de schilder, zei, Cornelis heeft het clair obscur uit de schilderkunst gehaald. Het is helemaal, het is nog puur licht en kleur. En dat is dus een stap. Om dat te kunnen, om dus aan het eind van je leven... Dan een schilderij is onvoltooid, hè? Het is onvoltooid, ja. Wat had hij nog toegevoegd, denk je? Nou ja, ik weet het, dat weet ik niet. Daar moest je een idee over hebben. Ja, ik denk dat hij nog meer was. Hij had het waarschijnlijk volgemaakt hier. Hij schreef zelf erover dat het was oorspronkelijk er meer ingeschilderd. En hij zei in een brief aan iemand vlak voor die stierf, hij wilde het opener maken. En hij zei bovendien, dat een beetje gelukt was. Dus het heeft een totaal onbeschrijfelijke ordening gekregen. Het is een soort ordening zonder houvast. Het heeft ook geen... Er wordt geen enkel verhaal verteld. Er is geen hoofdzaak meer. Er is niet zoals dat molentje, hè, of als een standbeeld in een... op een plein, waar alles omheen gaat. Het is allemaal, of zoals de vroege schilderijen van Mondriaan, die hebben dan toch, die hebben een soort hoofdmoment, hè. Het zijn hoofd, en het is, daar is een soort hoofdmoment en een kleiner moment. Het is zeg maar horizon en boom. En het is niet meer zo. En daar is verder niks over te zeggen. Ik bedoel, dat is iets waar je dus met overwonden naar zou te kijken. Ja, je had het op een gegeven moment over, als je hier naar kijkt, Victory Boogie Boogie, mm-hmm. over het soort hoogtepunt van geheimzinnige ontroering. Dat zijn letterlijk jouw woorden. Ja. Geheimzinnige ontroering. Ja, maar daar heb ik niks aan toe te voegen. Kun je het niet verder duiden? Nee. Je zag dus iets wat dus al het andere overstraalde. Of je zit alsof de zon opkomt, maar je weet niet wat het is. Maar er openbaart zich iets wat er nog nooit geweest is. En dit is alleen dit. Ja, heb je er geen associatie bij? Ja, kijk je en dan heb je, dan kan je vergelijkingen geven. Wat zie je dan? Ja, dan zeg je dus de geheimzinnige ontroering, of je zegt alsof de zon opgaat. Ik heb laatst gezegd, het is alsof sluier na sluier wordt weggetrokken. Hè? En er komt in een soort eindeloos licht. Maar wat wil dat zeggen? Vrienden, ja, wat is dat nou weer? Dan zegt hij weer wat. Wat is dat nou? Sluier naar sluier wegtrekken. Dat is een beeld. Je kunt alleen maar een ander beeld erbij gebruiken. Hè. Jan Dibbert zei, maar toen ik het voor het eerst zag, begon hij te huilen. Nou, ik weet niet of ik tranen in mijn ogen heb gehad. Er moest ook wel iets, toch een soort emotie bijna van... En dat is iets als je iets van buitengewone schoonheid, buitengewone helderheid, buitengewone geloof ook ziet. Er is ook geloof. En misschien is dat wel het allerindrukwekkendste, dat je dus vanaf 1915 of 14 abstracte schilderijen maakt. Daarvoor was Mondriaan prachtige schilder, maar in de klassieke zin schitterende landschappen. Dat van nog sommige. Waarvan er sommige, zeg maar, zoals dit, gewoon in de andere kaartensfeer liggen. Ik bedoel, nou, gaan we weer. Begrijp je? Ja, dat zien. Ja, hier.
dan moet ik even iets opzoeken. Nou ja, neem maar dit bijvoorbeeld. Het is dan een stadsgezicht van Rome, maar goed, het zit in de Alzerkuitensfeer. Dit is de Alzerkuit, dit is schilderij, maar het is dus diezelfde soort van een beetje, ja, van heel ver gekomen en langzaam gegroeide romantische benadering van natuur, van silhouet, van licht, van reflectie, van atmosfeer. En dat is allemaal ineens weg. En er is iets anders gekomen dat van een letterlijk onvergelijkbare schoonheid. Onvergelijkbare schoonheid? Ja. Kun je zeggen wat de schoonheid hiervan is? Nee. Niet te makkelijk, hè? Ik kan het niet zeggen. Ik kan zeggen, kijk, laat ik het dan anders zeggen. Ik kan zeggen dat van dit schilderij, maar dan zeg ik ook iets heel erg, zo'n schilderij als dit, daarvan kun je zeggen, maar dat is ook niet helemaal waar wat ik zeg, maar goed. Hiervan kun je zeggen, dit heb ik nou wel gezien. In ieder geval het algemene beeld ervan, dus het, zeg maar, het karakter, het stempel van het beeld, dat daarvan kun je zeggen, dat heb ik wel. Op een gegeven moment, dat heb ik wel gezien. En ik heb hier het idee van dat ik dit nooit helemaal gezien zal hebben. Dit is dus ook in die zin ononthoudbaar, is een detaillering. Dit is gewoon, elke keer is het nieuw. Elke keer, je weet niet waar je moet gaan kijken. Je begint hier, of je begint daar, of je begint zus. En je vraagt, ja, hoe moet het nou, hoe zou het voltooid geweest zijn? Ik weet niet, misschien had hij hier nog wat gemaakt. Ik bedoel, dat zou je, maar dat denk je dan uit je kennis van de vorige Mondriaan. Dus de vorige Mondriaan, dus van 2-3 jaar hiervoor, was de Mondriaan die de dingen dus tot het einde toe afmaakte, zou ik maar zeggen. Die zei het evenwicht herstelde. Dus op een gegeven moment zei van, nou, als hier iets is, moet er daar gebalanceerd worden. Het moet een soort van afgeronde. Dat is dus weer dat in zijn huisje zitten. Hè? En dit is dus iets wat. Misschien was het. Is het wel voltooid? Ze had het wel zo gelaten met die rare plekken erin. Hè? Die het heel spannend maken, zoals deze twee. Misschien had hij hier iets. Dus normaal gesproken had je dus gezegd. In zijn, als dit zo is, dan had hij ook nog iets moeten kopen. Want dan had hij misschien hier iets van. Hier iets blauws moeten kopen. Hier iets geel, hier iets blauws. Hier iets roods, hier, zoals hier. Hier is rood en geel, hier is blauw en grijs. Huh? Dat soort van symmetrieën. Maar er is niks van te zeggen. Dit schilderij is dus. Het is een roman, het is Homerus, het is een enorm epos aan dingetjes, aan varianten, aan rijmen, aan tegenstellingen, aan incidenten, maar dan ben je het weer aan het beschrijven met de middelen van iets anders. Maar het kan ook niet anders. Dit is dus een volstrekte, unieke verschijning in de kunst. Stel je een situatie voor, herinner je een situatie waar het leven je niet welgezind was. Ging je dan echt terug naar de kunst? Ik bedoel, heb je wat aan Mondriaan op het moment dat het leven echt kloten is? Ja, ik denk het wel, ja. Ja. Donald Judd, hè, is een goede vriend van me, de beelden. Dit was een atelier hier. In Amerika. Een beetje verbleekte foto. Heeft dit ook gemaakt. Zo'n print, maar goed, dat is ook van hem. Dus die was een hele goede vriend, die was ook heel erg een beetje strenge man, hè. Moralist een beetje ook. En die ging dus, was ik heel erg, zag ik vaak, en die ging dood. En dat was eigenlijk, was wat vroeg, vrij. Maar dan ja, de troost was toen, je gaat naar zo'n begrafenis, die vond plaats in de woestijn, aan de Rio Grande, van een keer de. Heb je de aanzicht van hem? Aanzicht heb ik wel laten zien, hè. En dan werd hij begraven, had daar een ranch, waar hij een beetje die woonde. En hij werd daar begraven, zoals in een western, hè. Op een soort plateautje met zo'n hekje eromheen, dat je ook in die film ziet, daar werd hij, hup, dat wou hij ook graag.
En dat was de begrafenis trouwens. Maar dat, de vrouw was ook weer datzelfde. Het was een soort klein ritueel. Het was iets heel simpels. Er waren weinig mensen. Je moest met een soort lender over. Moest je hotsend en botsend deuren over ongebaande. Moest zijn achter de lijkwagen aan. Er was ook een soort lender over. Ietsje groter. Hè. Het, vind ik de kids zo. Hè. Het was, als je niet zo trouw zou het ontzettend om te lachen zijn. En de troost is dat je daar was. En de troost was onmiddellijk weer dat zijn, dat stuk met dat werk er ook was. Dat die dingen er waren. En dat die er altijd zullen zijn. En ik heb een stukje steen meegenomen van het landschap waar die begraven ligt. Dat heb ik dat. Misschien is dat wel mijn troost dan. Ik heb nooit begrepen waarom ik dat heb meegenomen. Ik heb het ook nog nooit gedaan, zoiets. En ineens vond ik dat ik dat stukje steen moest meenemen. Dus kwarts van het landschap van de vallei van de Rio Grande aan de Mexicaanse grens in County Presidio, West Texas. Waar zit je nou? Wat zie ik nou zit je... En ik dacht, ik gebruik het als prespapier. Dat zeg je dan om jezelf te verontschuldigen. Maar het ligt daar als een soort... Als een soort wat? Ja, als een soort... Als ik daarnaar kijk, dan weet ik dat hij dood is. En ik weet ook dat het alles wat hij gemaakt heeft, dat er altijd zal zijn. Vind je dat belangrijk, dat het er altijd zal zijn? Voor mij wel, ja. Het is een ongelooflijk geruststellende gedachte... Een troostrijke gedachte. Te weten dat er mensen zijn die anders kunnen denken dan gewoon. Die dus kennelijk als er iets tot, als, die dus als iets vast zou zitten, hè, in ons bestaan of in onze wereldbeschouwing of in onze samenleving, dat die er zijn dat er mensen, waaronder kunstenaars, of misschien juist kunstenaars. Of grote geleerden, hè, die in staat zijn om een dusdanige afstand te nemen van de code, van de kwalificering, van het gemeengoed, hè, van de ansichtkaart. Om iets te maken wat een nieuw uitzicht biedt. Wat het uitzicht is, weet ik niet. Ik weet alleen dat... Als je een amateurschilder bekijkt, en ik kwam dus elk jaar in Eindhoven, een van die straten die we gezien hebben, moest ik door naar school. En daar zat altijd, in de voorkamer zat een man te schilderen. Of hij een invalide was, of hij was werkloos, of hij was echt schilder, weet ik niet meer. Maar hij zat er vaak te schilderen, kleine schilderijtjes. Op een ezeltje, zo bij het raam, hè. Met het goede licht, dan kwam ik dan langs, als jongetje. 8, 9 jaar oud. En die schilderde de landschappen. En die schilderde dus ansichtkaarten. Die had dus geen enkele behoefte of kundigheid of wens om uit die code aan. Die vond die code prachtig, dus die vond dit soort dingen schitterend. En die schilderde die met ambachtelijke kennis en met... En die... Dus dat reproduceren van... Het geruststellende reproduceren wat mooi is, wat mooi gevonden wordt, wat kennelijk waar mensen naartoe reizen in 100.000 om dat te gaan bekijken, om te zitten aan de oevers van het Lago Maggiore of het... Wells Next to the Sea. Of het Wells Next to the Sea, of Noordwijk aan Zee. Hè. Dat is een andere kant. Dat is dus... Uiteindelijk waar de meeste van ons, hè, waaronder ik zelf, toch in zit. En dan is het dus toch een ongelooflijk troostrijke gedachte dat er ook mensen zijn die de mogelijkheid hebben, die zich voordoen, of wanneer ze daartoe worden gebracht of wanneer ze daartoe komen, want ze kunnen zich dat niet voorstellen. Hè. Want ik zeg Mondriaan... had geen fantasie, dit schilderij is niet eerst ontworpen in zijn hoofd, hè, en vervolgens uitgevoerd. Het is gewoon stap voor stap klungelend en knutselend en plakkend en krabbend en krassend en weghalend en bijplakkend ontstaan. Stap voor stap, langzaam groeiend.
en uitgekomen waar het was. En het ziet er dus uit zoals het eruit zag toen hij ermee stopte. Je kunt zien ook in, als je het nauwkeurig bestudeert, dat eronder, dat kun je niet zien, dat eronder zit een ander beeld. Hè. Het is een soort palimpsest. Er zitten verschillende dingen onder die er overgewerkt zijn. Die andere brave schilder die ik als jongetje elke dag, waar ik elke dag voorbij kwam en die mij dus inspireerde, die vond dat fantastisch, hè, dat iemand dat kon. Hè. Ik probeerde zelf ook een beetje te tekenen en te waterverven. Ja, ook dat soort dingen. Dus ik waterverfde dus ook een berg, zoals een berg moest zijn, zoals we dat hadden geleerd, via Duren tot de Anzichtkaart. En ik aquarelleerde een bloem, zoals we dat geleerd hadden van, zoals dat een schilder in de 16e eeuw had gemaakt, tot nu. En zo, ga zo maar door. Dus ging hij maar erin doorleren? Ging hij doorleren. Want hij kon het niet? Want ik kon het niet, nee. Hoe zeer spijt je dat daar? Dat is iets waar ik niet... Nee, dat spijt me niet. Geloof ik. Nee.